We zijn vanmiddag bij de sporthal Beverwijk. En we gaan een prachtige reportage maken over de sport in Stuif. En dat is voor kinderen tot en met ongeveer de leeftijd van 14 jaar. Nou, we hebben er natuurlijk helemaal zin in, dus we gaan naar binnen. Nou, we hebben vanmiddag de sport in Stuif en hebben we verschillende spelletjes. En verschillende activiteiten met verschillende trainers en samenwerksverbanden, ook met collega's uit het werkveld. En kunnen kinderen meedoen met allerlei diverse vormen. Dat is fijn dat dat er is, zeg. En vanaf welke leeftijd kunnen de kinderen deelnemen vandaag? Kinderen kunnen deelnemen vanaf 6 jaar. En in principe tot volwassenen wil ik bijna zeggen, maar op het algemeen zijn het kinderen van 13, 14 jaar die is een beetje de eindleeftijd, denk ik. Nou, we hebben meestal 4 vakanties, hebben we 4 sportinstuiven per gemeente. Tenminste, Wijkenzee valt onder de gemeente Beverwijk, maar we hebben dan 4 sportinstuiven in de vakanties in Beverwijk en 4 sportinstuiven in de gemeente in Wijkenzee. Dus dat zijn er eigenlijk 8 per jaar. Wat is jouw naam? Destiny. En wat vind je van deze dag en wat heb je allemaal al gedaan? Ik vind het hier heel leuk en ik heb al gebadmintond en gedanst. Ja, en wat ga je allemaal nog doen? Want ik zie zoveel staan hier. Het ziet er allemaal zo geweldig uit. Alles eigenlijk. Ik ben jeugdtrainer en recreantentrainer bij IJsselclub Kees Jongert, hier in Beverwijk. Of Heemskerk is de baan nu. En doen jullie vooral? Natuurlijk gaat het over schaatsen, maar ik had net begrepen iets over natuurschaatsen, dat dat een beetje minder wordt. Ja, er is natuurlijk de laatste jaren geen natuurijs geweest. Vorig jaar hebben we heel kort ijs gehad, maar ook een storm, dus dat was lastig schaatsen. En we zijn afgelopen zomer ben ik samen met mijn zoon langs een aantal basisscholen geweest om het schaatsen te promoten, in ieder geval het schoolschaatsen. Nou, dat heeft geresulteerd in bijna 30% meer aanmeldingen, dus daar zijn we heel blij mee. Ik ben Ashley. Hoi Ashley, wat leuk dat je hier bent. En wat voor dingen heb je allemaal al gedaan en wat ga je hier doen bij deze sport in Stuif? Nou, ik ben nog niet zo heel lang hier, maar ik heb nu al wel badminton en dat dansen daar gedaan achterin. Ik ben Brenda en ik werk ook bij de evenementenmakelaar. Leuk u hier te mogen ontmoeten. En wat is precies uw taak vandaag bij deze mooie sport in Stuif? Ja, ik heb de mooie opdracht om gewoon eigenlijk van alles te doen. Ik ben een loper, zoals ze dat noemen. En dan kan ik gewoon overal wat ondersteunen, kan ik helpen. Als iemand even pauze wil houden, kan ik daar even zijn. Of als er wat extra hulp nodig is, kan ik daarbij zijn. Of zoals nu, wat ik bij me heb is deze, noem ik het maar eventjes vierkant. En dan kan je dan mooie hoofden doorheen doen. En dan kunnen we allemaal leuke foto's maken. En dat is eigenlijk gewoon weer, elke evenement proberen we iets unieks te doen. En deze keer is dat dit.